Beste politiemensen, dank voor jullie tijd en aandacht voor deze brief. Mijn naam is Ferdinand van der Neut en ik spreek mij uit namens vele bezorgde medemensen. En de zorgen zijn niet niks, dus zet je schrap. Topambtenaren van onder andere justitie worden beschuldigd van kindermisbruik. Maar dat is nog niet alles. Vorig jaar heeft de Tweede Kamer unaniem besloten. Dat hiernaar onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden. Hoewel de minister dit ontraden. Nu, zo'n jaar later, blijkt dat de onderzoekscommissie helemaal niet onafhankelijk is. De voorzitter en het eerste lid zijn namelijk aangesteld door de minister van Justitie. Dezelfde minister als die dat onderzoek ontraden. Logischerwijs spreken slachtoffers. En ook GGZ-behandelaren zich uit tegen deze commissie. Maar wacht, er is nog meer. De onderzoeksresultaten van deze commissie mogen niet direct naar de Kamer, maar moeten gerapporteerd worden aan de minister van Justitie. Beste politiemensen, jullie spelen een cruciale rol in het beschermen van de samenleving. Zowel de mensen thuis, op straat, en topfiguren rekenen op jullie. Jullie zijn dienstbaar en waakzaam voor de mensen en hebben een mooie beroepscode voor alle mensen. En jullie volgen ook maar bevelen op. Jullie moeten vertrouwen op de hogere leiding van justitie. Maar er komt een punt bij iedereen waarop je nee kunt zeggen: nee tegen onrecht en ja voor de mensen. Als jullie hoogste top zichzelf indekt. En onrecht krom blijft, dan wordt verzet een plicht. De situatie is nu dat justitie de eigen geloofwaardigheid inmiddels dusdanig heeft beschadigd dat slechts een echt onafhankelijk onderzoek naar het kindermisbruik niet meer toereikend zal zijn om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen. Er zal ook een onderzoek moeten plaatsvinden naar de intenties van deze minister van Justitie. Wat zijn de beweegredenen? Voor zijn doen en laten omtrent dit onderzoek? Waarom ontraadde hij het onderzoek? Waarom installeerde hij zelf de kern van de onderzoekscommissie? En waarom moeten de onderzoeksresultaten vervolgens aan hemzelf gerapporteerd worden? Genoeg vragen om te stellen intern. Beste politiemensen, deze brief zou niet volledig zijn als er geen vermelding wordt gemaakt. Over de aard van het kindermisbruik waar dit onderzoek over gaat. De officiële afkorting voor het type kindermisbruik dat onderzocht wordt is SRA. Dat staat voor Satanic Ritual Abuse. Ik zal je de details besparen, maar het gaat verder dan het verkrachten van kinderen. Je kunt het zelf opzoeken als je wil. In week 44 wordt in de Kamer een motie ingediend omtrent deze omstreden onderzoekscommissie. En het kan alle aandacht gebruiken die er maar is. De grootste gruwels zullen namelijk nooit aan het licht komen als de mensen blijven wegkijken. En juist omdat het zo gruwelijk is, kijken mensen weg. Laat dit niet het mechanisme zijn waardoor daders er mee wegkomen laat het verblindende effect van deze gruwels niet jouw mechanisme zijn om je hier niet over uit te spreken. Je kunt om de geloofwaardigheid van het politieapparaat te beschermen op zijn minst het gesprek aangaan met je naasten en meerderen dat je voor onafhankelijk onderzoek bent buiten justitie om. Daar zijn meerdere opties voor, maar het begint bij het begin. Aankaarten dat de huidige gang van zaken niet klopt. Namens vele, vele mensen, en met name de kinderen, nu en in de toekomst, dank je wel.